welkom bij deze nieuwe video. Het festivalseizoen is begonnen. Nadat we 2 jaar lang niet meer naar festivals konden, kunnen we nou eindelijk weer gaan. En ik praat in we. Ik snap niet waarom, want ik ga nooit naar festivals. Maar jullie kunnen weer naar festivals. Ik ben in mijn leven volgens mij 1 of 2 keer gegaan. Sowieso 1 keer. Misschien 2 keer, maar ik herinner het me niet meer heel goed. Maar ja, het is gewoon helaas niet echt mijn ding. Maar ik vind het gewoon altijd belangrijk om alles te proberen wat het leven te bieden heeft. Dus ik wil altijd gewoon alles minimaal 1 keer proberen en dan zien of het iets is voor mij, ja, of juist niet. Festivals is helaas niet echt mijn ding. Wat ik er wel leuk aan vind, is de fashion en de make-up. Ik vind het zo leuk dat iedereen, of ja, bijna iedereen, altijd helemaal all out gaat met heftige make-up, glittertjes, diamantjes, leuke felle kleding. En ik vind het altijd heel leuk om online al die foto's te zien. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon een festival look maken. Dit is gewoon de look die ik waarschijnlijk zou maken als ik zou gaan. En het is gewoon ook een hele leuke look voor jullie om na te maken of om inspiratie uit te halen. En ik ga vandaag een beetje voor een paars, roze, zeemermin-achtige look met allemaal steentjes en mijn haren heel mooi. Ik heb mijn haren nog niet gedaan. Dit is gewoon nog hoe het gewoon was vanochtend. Dus ik ga mijn haren doen, sieraden, make-up, een beetje alles. En dat ga ik vandaag samen doen met jullie. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb al een tijdje niet meer zo'n heftige look gemaakt. Dus ik ben weer heel enthousiast om dit te gaan doen. Ik haal gewoon oprecht plezier uit het, ja, make-uppen. Ik vind dat gewoon echt heel leuk. Het enige wat ik al heb gedaan, zoals je kunt zien, is mijn wenkies en dagcreme. En that's it. Nou, als je naar een festival gaat, wil je natuurlijk dat je make-up lang goed blijft. Blijf zitten, want het is vaak warm, wind, van alles. Je make-up kan heel snel worden verpest. Dus het is belangrijk dat je primers gebruikt die ervoor zorgen dat je make-up goed blijft zitten. Dus ik ga een combo gebruiken van Essence. Ik ga deze Essence Fix & Last primer gebruiken. Die gaat er echt voor zorgen dat mijn make-up goed blijft plakken aan mijn gezicht. En dan heb ik ook van de Catching Clouds collectie deze Cloud Touch Mousse primer. En deze gebruik ik voor de poriën en die maakt mijn gezicht ook een beetje mat. Dus ik ga eerst in met deze. Dit is echt een hele goede primer. Maar I love it. En echt super betaalbaar. Essence is altijd betaalbaar. En die gaat gewoon over mijn hele gezicht. Geef het dan even een minuutje om in te trekken. Ik heb nooit zin om te wachten. Dus ik ga altijd gewoon in met mijn wire. Dan gaat het allemaal wat sneller. En dan ga ik in met mijn mousse primer. Die pak ik gewoon zo'n beetje met mijn vinger. En die breng ik zo hier aan bij de poriën. En dan gewoon zo indeppen. Niet over mijn hele gezicht. Echt alleen maar hier. Je kunt het aanbrengen op de plekken waar je snel vettig wordt. Ik heb niet echt een vettige huid. Maar bij de meeste mensen is dat ook zo hier op de kin bijvoorbeeld. Gewoon aanbrengen waar jij vettig wordt. Dan foundation. Ik wil een volledig dekkende matte foundation die lang goed blijft zitten. Dus ik ga in met mijn Wonderwear foundation van Be Creative Makeup in de kleur 4W. Deze is mat, blijft lang zitten en heeft lekker veel dekking en daar hou ik van. Ik weet dat veel mensen juist niet houden van te veel make-up op een festival. Maar ik ga wel gewoon vandaag echt voor de full glam festival look voor de mensen die daarvan houden. Mocht je nog een naturel festival look willen zien, let me know. Dan kan ik die zeker ook maken. Dan ga ik mijn gezicht cream bronzen met mijn Chanel cream bronzer. Echt een hele fijne cream bronzer. Deze kan ik heel vaak niet gebruiken omdat hij toch best wel licht is. En vaak te licht is voor mijn huidskleur omdat ik altijd bruin. Maar nou heb ik al 6 weken niet gebruind. Dus ik ben nou gewoon op mijn licht. Dit is gewoon mijn echte huidskleur. En nou matcht hij wel. Dus dat vind ik heel fijn. Want ik vind het wel echt een heel fijn product. En hij ruikt ook echt heerlijk. En dan als concealer mijn Tarte Shape Tape in de kleur Light Medium Sand. Jongens, deze is bijna op en hij is hier niet te koop. Maar ik ga, als het goed is, eind mei of begin juni weer naar Spanje. En dan ga ik hem weer halen bij Sephora. Want dit is wel echt een van de betere concealers. En hij blijft ook gewoon echt de hele dag goed zitten en maakt mijn gezicht zo smooth. Hij is echt de hype waard. Ik gebruik hem gewoon al jaren. En dan ook cream blush. Een mooie roze cream blush van Huda Beauty in de kleur Bright Pink. Ik hou hier echt van. Ik breng hem niet gelijk aan zo op mijn gezicht. Ik ga gewoon met mijn kwast zo eroverheen. En dan breng ik het gewoon zo aan. Ik breng best wel wat aan, want er gaat nog allemaal andere make-up op. Oké, nou dan is dit allemaal gezet. Alles is dus cream. Nou ga ik het vastlokken met poeder. Poeder, hele belangrijke stap, zodat je make-up goed blijft zitten. Ik ga in met mijn Huda Beauty losse poeder in de kleur Pound Cake. En dit is de kleine versie. Deze heeft echt lekker veel dekking en maakt het heel smooth. Ik breng de poeder niet aan over mijn hele gezicht. Ik bake op de plekken waar zeg maar concealer zit. Dus mijn kin, mijn neus en onder mijn ogen.
En dan met het beetje poeder dat nog nou op de kwast zit, ga ik een beetje zo over de rest van mijn make-up. Zoals je kunt zien heb ik dus niet veel poeder aangebracht op mijn blush, waardoor die nog echt heel goed te zien is. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Ik merkte toch, als ik echt veel poeder aanbracht over mijn cream blush en cream bronzer, dat die echt helemaal wegviel. Ja, en dat wil ik niet. En dan moest ik er alsnog weer over met een poeder blush of een poeder bronzer. En dat is dus precies wat ik niet wilde doen. Natuurlijk niet te vergeten neuscontour. Ik kan niet zonder. Ik gebruik mijn Catrice Contour paletje. En ik mix beide bruine kleuren om de perfecte kleur voor mij te creëren. En dan mijn Max & More Fixing Spray om mijn gezicht te hydrateren. Wat echt nodig is na al deze make-up. Ondanks dat ik toch wel wat make-up op heb, valt het helemaal niet per se heel erg op. Vooral door die hydrating spray blendt het helemaal zo in mijn huid. En dan valt het helemaal niet op dat je echt best wel wat make-up op hebt. Dus ja, dat is wel fijn. En vooral als je ook met cream producten werkt, lijkt het allemaal wat minder dik. Poeder maakt altijd een klein beetje dik. Dus als je ingaat met poeder, bronzer, poeder, blush, etc. lijkt het vaak iets dikker dan als je ingaat met cream producten die helemaal gewoon ja, smelten in de huid, zeg maar. Gezicht is eventjes klaar voor nu. Ik ga nu beginnen aan de leuke ooglook. En het paletje dat ik ga gebruiken is mijn Huda Beauty Rose Quartz Palette. En dat omdat dit de perfecte kleuren heeft voor de look waar ik vandaag voor wil gaan. Ik wil dus gaan voor roze, paars, zeemermin, holographic-achtig. En zoals je kunt zien heeft dit paletje de perfecte kleuren daarvoor. Dit paletje is zo goed. Sinds ik hem heb is dit echt een van mijn meest gebruikte paletjes. Ik heb al mijn paletjes daarachter in een la zitten. En hier op mijn bureau heb ik 1, 2, 3, 4 paletjes staan waarvan deze er één is. En dat zijn mijn 4 meest gebruikte paletjes. Dus dan weet je hoe geweldig ik hem vind. Hij is het echt waard. Mocht je hem nog niet hebben en hiervan houden, zou ik hem zeker halen. Dus dit is het paletje die ik vandaag ga gebruiken voor de ogen. De ooglook wordt niet al te heftig, maar ik ga wel in met glittertjes. Oké, we zijn lekker helemaal in mijn gezicht. Ik ga beginnen. Ik ga beginnen met mijn Makeup Revolution Tape. Die breng ik hier aan en dan gaat het zorgen voor een hele strakke lijn. Ik ga beginnen met de matte kleur hier beneden. Die heet Radiate. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dan pak je de kleur hier, die heet Precious. Die is iets meer donker en grijs. Wat ik ook echt heel mooi vind en uniek vind aan dit paletje is dat het een beetje een koele ondertoonpaletje is. Dus het is een beetje koud, niet heel warm. En dat is toch wel weer een beetje een ander soort look en ideaal voor waar ik vandaag voor ga. Ik ga nou ook weer gewoon in mijn arcadeboog met die kleur en ik blijf een beetje onder die andere kleur. Oké, de look van vandaag gaat absoluut niet om deze matte kleuren. Deze matte kleuren heb ik gewoon gelegd als basis. En nou gaan we in met de glanzende kleurtjes. Oké, welke ga ik aanbrengen? Ik ga voor deze glanzende kleur hier beneden. Die heet Moon Magic. Deze kleur is zo heftig. Kijk even dit. Zo holographic. I love it. Kijk dit. Dit is echt niet normaal. Dit breng ik gewoon aan over letterlijk mijn hele ooglid. En lekker veel ook. Want het moet echt een hele glanzende smoky eye zijn, zeg maar. Dan pak je de lichte glanzende kleur hier, die heet Self Love. En die breng ik zo als een lijn hier zo aan in mijn crease, best wel hoog. Dan pak ik ook de glanzende kleur hier, die heet Cosmic Love. En die wil ik ook een beetje aanbrengen hier in de buitenste hoeken. Die is iets donkerder en ook zo heel mooi holographic. En dan heb ik toch een beetje dimensie in mijn ooglook. Dan is het niet zo één kleur. Jongens, dit is zo mooi. Kijk even dit. Wowie. Dan is het tijd voor eyeliner. Ik ga in met mijn Essence Liquid Ink Eyeliner in het zwart. En dan ga ik gewoon een mooie wing maken. Eyeliner zit erop. Echt super mooi. Ik ga geen oogschaduw aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik wil het een beetje gelift houden. Dus ik breng alleen maar oogschaduw hier aan. Nou is het tijd voor wat steentjes. Ik heb deze van de AliExpress. Deze heb ik net nieuw en die wil ik gaan gebruiken. Ik ben nog wel een beetje aan het twijfelen of ik deze ga gebruiken of de onderste. Want ze matchen allebei. Maar ja, deze zijn toch een beetje meer groenig. En ik ga echt voor roze paars. Dus ik denk dat ik voor deze ga. En dan de grootste. En dan ga ik die zo hier recht aanbrengen. Het is zo goed gelukt. Kijk dit. Ik vind het echt super, super leuk. Normaal breng ik het meer zo rond aan. Maar nou dacht ik ga gewoon voor recht. Weer een ander soort look. Ik vind het echt heel leuk. Heel leuk. Het is niet too much. Want ja, ik heb niet echt een hele, hele heftige ooglook gemaakt. Maar deze diamantjes zo extra vind ik wel heel mooi. En ze zijn ook echt precies de kleuren oogschaduw. Ook zo holographic, paars, rozig-achtig. Heel mooi. Oké, qua mascara ga ik voor mijn Flower Beauty mascara en wimpers Miami van Lily Lashes.
En dan kom ik zo bij jullie terug. Ben ik weer. I love the ooglook. Ik heb al zo lang geen heftige wimpers meer opgedaan. Ik mis het. Ik ben echt de afgelopen tijd van de natural looks geweest. Maar we're all back. Kijk, dan is het tijd voor een beetje highlight. Ik ga in met mijn NYX Born to Glow highlighter. In de kleur Platinum Status en Diamond Chains. Deze is een beetje rozig. En dat vind ik wel matchen met de look. Ik mix beide kleuren. Oké, dan is de gezichtsmake-up af, maar ik wil het allemaal nog heftiger maken. Je kunt het ook gewoon zo houden, maar jullie weten hoe ik ben. En ik heb van Essence nog deze gezichtsjewels. Kijk hoe leuk dit is. Dit is echt festival en niet te overdreven, want ze zijn best wel klein. Dus deze wil ik eraan brengen, precies als hoe het hier op de afbeelding staat. Hier zo en een beetje onder mijn ogen. Ik weet niet of het nou too much gaat zijn omdat ik al dit heb gedaan, maar ik heb schijt. Ik ga het gewoon allemaal doen vandaag. Je kunt ze gewoon zo gelijk opplakken, want ze hebben een soort van plakkerige onderkant, zeg maar. Ik vind het zo leuk. Ik vind het op zich niet echt too much of zo. Het is gewoon leuk. Jullie kennen de uitdrukking less is more. Dat is vandaag dus gewoon niet het geval. Vandaag is het more is more. Echt super leuk. Nogmaals, je kunt er ook inspiratie uit halen. Als jij iets hebt van ik vind het echt te veel, kun je ook gewoon gaan voor alleen maar deze plak stickertjes. Of juist alleen maar zo dit hier zo. Je kunt gewoon doen wat je wil. Maar ik vind het op zich allebei wel leuk. Ik zou gewoon echt zo naar een festival gaan. Heel leuk. Nou, dan alleen nog de lippen. Omdat alles al zo heftig is, wil ik mijn lippen gewoon een beetje nude roze houden. Ik ga voor mijn Charlotte Tilbury lipstick combo. Lip liner en lipstick. Allebei in de kleur Pillow Talk. Is een hele mooie roze nude kleur. Nou, dan nog wat fixing spray. Mijn Milani Make It Last fixing spray. Zodat mijn make-up goed blijft zitten. En dan zijn we klaar. Gezichtsmake-up is klaar. Dan is het nu tijd voor het lichaam. Ik wil het hier een beetje glanzend maken. Ik ga in met mijn ColourPop Sol Beauty Shimmering Dry Oil. Dus dit zijn glanzende olie. In de kleur Soft Gold. En die breng ik aan over mijn hele chest. En ik heb deze spons van Catrice. Of ja, deze kwast, niet spons. En daarmee breng ik het aan. Dan pak ik deze glow kit van Anastasia Beverly Hills, de Aurora kit. En deze heeft allemaal van die glowy highlight kleurtjes. En ik ga in met deze twee kleurtjes, paars en een beetje wittig. En dan ga ik die hier zo aanbrengen nog. Dit is zo glowy. I love it. Dan pak ik weer die grote Catrice kwast. En dan ga ik er een beetje zo overheen, zodat het mooi inblendt met de olie en gewoon in mijn huid, zeg maar. Dit is echt super duper mooi. En die kleur is nou een beetje zo holographic paars. Dus matcht perfect met deze look. Nou, dan blijven nog de haartjes over. Dit is gewoon hoe mijn haar nog zat van gisteren. Wat ik nou heel veel zie bij de festival looks. Ik ga ook gewoon die cliché haarlook namaken. Dit jaar zie ik hele lange wavy zeemen in haren. En dan zo met nog wat vlechtjes. Dus dat is wat ik ook ga doen. Dat had ik al, maar het is nou een beetje uitgezakt. Want het is 2 dagen later. Ik pak mijn weeftang. Deze. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving hiervan. Deze is echt super fijn. En dan ga ik het gewoon een beetje bijwerken. Ik ga niet mijn hele haar doen, want dat duurt een eeuw. Maar gewoon een beetje zo de bovenkant. Oké, de look is helemaal af. Omdat mijn haar zwart is, valt het wat minder op. Maar ik heb dus hier zo 2 vlechtjes gemaakt. En ik heb dus bij een celebrity haarstyliste gezien dat je de vlecht gewoon tot ongeveer je kaak moet maken. Normaal maakte ik de vlecht helemaal tot aan beneden. Maar ik snap het inderdaad. Want dan heb je nog wat plukjes haar hier zo die inblenden met de rest van je haar. Dus maak de vlechten tot aan je kaak ongeveer. Je kunt nog meer vlechten zo maken in je haar. Nog een paar, maar ik vind het zo eigenlijk wel gewoon goed. En dit is ook een handige manier om je haar een beetje uit je gezicht te houden. Dus ik vind dit heel erg leuk. Maar nogmaals, als je dus wat lichter haren hebt dan ik, dan valt het wat meer op. Dan heb ik ook nog wat sieraden. Ik ga deze oorbellen in doen. Deze oorbellen waren ooit te koop bij de Zara voor like 20 euro, maar ik heb ze gewoon voor like 2 euro bij de AliExpress gehaald. En dan heb ik hier nog wat ringetjes. Deze 2 ringen. En dan heb ik nog deze. Ik denk dat ik die hier ga doen op mijn wijsvinger.
Dus dit zijn de sieraden. En dit is dan wat ik aan heb. Gewoon zo'n strapless ding. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit is mijn hele festival 2022 look. Ik hoop dat jullie het een leuke look vinden. En het ook leuk vonden dat ik ook de rest heb laten zien. Dus mijn haar, mijn lichaamsglow en alles. Ik ben echt obsessed. Toen ik begon met de video wist ik nog niet precies wat voor look ik wilde maken. Ik wist alleen, ik wil holographic roze paars en diamantjes. En voor de rest wist ik niet wat voor look ik zou maken. Maar het is echt goed gelukt. Ik vind het echt zo leuk. Ik wil nou gewoon naar een festival gewoon om dit gewoon te kunnen dragen. Echt super duper leuk. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik vind de haren ook echt zo leuk. Dit is echt mijn fave haarstijl. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!